In een eerdere video heb ik over de ISO-waarde gesproken. Ik heb vooral die filmpjes aangehaald met de ISO-standaard die erop vermeld staat. Maar ik heb ook over digitale camera's gesproken en de manier waarop zij omgaan met de ISO-waarden. En vandaag ga ik het hebben over de auto-ISO. Dus veel moderne digitale camera's kunnen de dag van vandaag, zoals als automatische tijd of een diafragma kunnen kiezen, kunnen ze ook een automatische ISO-waarde kiezen. Misschien beginnen we snel met de verduidelijking van de ISO-waarde op een filmpje. Dus hier staat een ISO-waarde, dat betekent niet dat je dit filmpje absoluut op die ISO-waarde moet gaan belichten. Dat betekent alleen dat dit filmpje gemaakt is voor die ISO-waarde. Als je het op een andere ISO-waarde wilt belichten, zoveel stops onder of zoveel stops over belichten, dan kan dat perfect. Dan moet je daar alleen wel rekening bij houden bij de ontwikkeling van het filmpje. En het is vooral heel belangrijk, van zodra dat je dit filmpje geraden hebt, dat je het filmpje op de volledige filmpje, dus 36 frames in dit geval, allemaal op dezelfde manier belicht. Dus allemaal met dezelfde ISO-waarde. Dat hoeft niet 400 te zijn, maar wel allemaal dezelfde waarde voor het volledige filmpje. En daarin verschilt dus digitale fotografie en dat je bij elke foto die je maakt, eigenlijk een andere ISO-waarde kunt gaan instellen. En op deze X-T1, Fujifilm X-T1, heb je voor het kiezen van die ISO-waarde een instelwiel, zoals dat je hier op de lens een diafragma kunt kiezen en hier een sluitertijd kunt kiezen, kun je hier ook een ISO-waarde gaan kiezen. Dus, en dan zie je ook dat de standaard ISO-waarde voor deze camera 200 is, dus voor de sensor. Je kan naar 100 gaan, wat low ISO is. En dan heb je tal van 400, 800, 1600. En ik durf zeker zeggen dat foto's op ISO-waarde 1600 nog zeer goed zijn. Dan heb je nog 3200, 6400 en eigenlijk daarna hebben ze H1 en H2. En ze duiden die H1 en H2 zo aan, omdat eigenlijk die ISO-waarden de kwaliteit minder. Dus want hoe hoger je de ISO-waarde maakt, waar je bij analoge film dan vooral grotere korrel krijgt, dus minder scherpe beelden, zul je bij digitale fotografie ook meer korrel krijgen, maar vooral ook, en dat is heel specifiek voor digitale fotografie, verschuivingen in de kleurweergave. Dus er zullen bepaalde groene, rode stippen in je beeld te zien zijn. Nu een bijkomende tip, dus we zullen het zo dadelijk hebben over de ISO-instellingen. Een bijkomende tip is dat je die kleurverschuiving, dus moest je toch echt per se met een hoge ISO-waarde moeten werken op een bepaald moment, dan kun je die kleurverschuiving eventueel tegengaan door je foto's om te zetten naar zwart-wit. Dan heb je die problemen van die kleurverschuivingen niet meer. Stel dat je die auto-ISO-waarde wilt gaan gebruiken, dus dan kun je bij deze camera kun je dat hier gewoon op A van auto instellen. Maar het is heel belangrijk dat je beseft dat de camera nu voor u een bepaalde ISO-waarde zal kiezen, dus één van die ISO-waarden, afhankelijk van hoe dat de belichting eruit komt te zien. Dus afhankelijk van of je hier een hoge sluitertijd hebt of ook een automatische sluitertijd, een bepaald diafragma. Om een goede belichting te bekomen gaat hij ook spelen, dus niet alleen met die twee waarden, maar ook met je ISO-waarde. Dus om de camera te helpen, kun je instellen wat de minimale ISO-waarde en de maximale ISO-waarde is. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, als je weet voor jezelf dat deze camera op ISO-waarde 1600 nog altijd goede beelden maakt, dan kun je bijvoorbeeld stellen dat hij auto-ISO-waarde daarbij mag belichten met een ISO-waarde van 200 tot 1600. Dus heel belangrijk bij auto-ISO is het instellen van de minimale en de maximale ISO-waarde. Maar ook niet te vergeten is een bijkomende instellingen. Want eigenlijk de camera moet ook weten wanneer dat die van 200 naar 400 moet gaan enzovoort. Dus je moet ook een minimale sluitertijd instellen. En de minimale sluitertijd hangt vaak samen met de lens. Daar is de algemene regel dat je een sluitertijd neemt van minimaal 1 gedeeld door, ik zeg minimaal, maar het is eigenlijk maximaal, het is eigenlijk een lange sluitertijd dat je wilt. Dus je wilt geen te lange sluitertijd om beweging van de fotograaf, door onscherpte door beweging van de fotograaf te voorkomen, van de camera zelf. Of de onscherpte van een bewegend onderwerp ga je daarmee niet kunnen verhelpen. Daarvoor heb je snel een sluitertijd nodig. Maar dus in dit geval, dit is een 23 mm lens. Omgerekend is ongeveer 35 mm. Dus 1 op een 35, dus 1 op een 30ste ongeveer. Dus dan zou je kunnen stellen dat de minimale sluitertijd voor deze lens een 30ste zou moeten zijn. En eventueel voor de zekerheid naar een 60ste gaan. Of als je een bewegend onderwerp nog een andere optie gebruikt. Als we nu even naar de menu gaan. En dan zie je hier ISO Auto Setting. En dan zie je dat je dus drie instellingen hebt. Je hebt ik zal even de markering weghalen, maar dat heel moeilijk leesbaar is. Dus je hebt de Default Sensitivity. Dat is de sensitivity dat hij zal proberen te gebruiken. Dus dat is ISO 200. Dat is al zijn best doen om altijd met ISO 200 te werken.
Je hebt een maximum sensitivity, dus die zal maximaal tot ISO-waarde 1600 gaan, voor zover dat nodig is. En dan heb je ook nog als laatste instelling een minimale minimum shutter speed, dus een minimale sluitertijd. In dit geval is dat een 60ste van een seconde. Nu, sommige camera's zullen die waarde ook aanpassen, automatisch naar lang dat de lens dat gemonteerd is. Maar als dat niet gebeurt, is het dus aan te raden om zelf te kijken welke lens heb je. Heb je bijvoorbeeld een 85mm lens, dan zou je beter naar een 125ste als minimale sluitertijd gaan. Heb je een echte telelens van 200mm, dan moet je eigenlijk al kijken dat je naar een 250ste gaat, bijvoorbeeld als minimale sluitertijd. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik van deze camera geen idee heb of die de minimale sluitertijd van de auto ISO instelling aanpast naar lang de lens. Maar we kunnen wel staan een test doen. Dit is een telelens, een 56mm, dat is de enige tele die ik heb. Dan heb ik nog een extreme groothoek, een 16mm. Dat is ook het extreemste wat ik zelf heb. Dus we zullen die eens bevestigen en kijken of dat die minimale sluitertijd zich automatisch aanpast. Dus bij die 16mm zal ik eerder bijvoorbeeld een 30ste van een seconde als een veilige sluitertijd hebben. Dus als we dan die monteren en we gaan kijken in de menu ISO auto setting. En dan blijft dat op een 60ste van een seconde staan. Dan zullen we snel even kijken met 56mm. Maar ik vermoed dus dat die camera die ISO minimale sluitertijd niet aanpast naar gelang de gemonteerde lens. Dus het is een telelens van 56mm. Omgerekend naar kleinbeeldformaat, dus dat type formaat, is dat ongeveer een 85mm lens. Opnieuw snel in het menu gaan kijken. ISO auto settings. En dan zien we opnieuw een 60ste, wat dat eigenlijk te weinig is voor deze lens. Dus ook bij Fujifilm heel belangrijk dat je zelf kijkt wat de minimale sluitertijd is van de auto ISO instellingen.